Op zondag 21 april verscheen er een boek rond Henk van Kessel uit Mil. Precies 50 jaar geleden werd Henk wereldkampioen 50cc wegrace. Marcel Hermans werkte ruim 4 jaar aan dit boek, wat op 21 april werd gepresenteerd in cultureel centrum Millesweert in Mil. Ook voor Henk van Kessel zelf een spannend moment. Ja, dat was bijzonder. Ik had al eigenlijk niet zo goed geslapen. Ja, dus spanning, maar ik denk gezonde spanning. Henk is een voorbeeld voor alle jonge sporters. Of dat nou over motorsport of andere disciplines van sport gaat. Henk was model. Ik ben een historicus. Ik heb al meerdere boeken geschreven in het verleden. Ik vond het belangrijk dat de carrière van Henk van Kessel werd vastgelegd in een boekvorm. Met een klein budget het allerhoogste weten te bereiken. Wereldkampioen worden, dat is uniek. Daar kunnen we veel een voorbeeld aan nemen. Na 38 jaar dat je gestopt bent met de motorrace, dat er dan nog een boek uitkomt, is natuurlijk wel heel bijzonder.